om op verschillende eigenschappen te sorteren. En dan is nu de stap natuurlijk om dat voor de gebruiker mogelijk te maken om dat zelf in te stellen. Zoals we dat natuurlijk ook hebben gedaan bij de filteropties. We gaan dus naar het script toe en we gaan daar in de index wat extra toevoegen. Een extra element. We hebben hier de besturingsklaas en daar kunnen we natuurlijk zo'n eigenschap wel aan toevoegen. Dus iets als mogelijkheid om te filteren. Sorteren, boven was het filteren. Mogelijkheid om te sorteren. En dan maken we natuurlijk eerst weer een label. En die hoeven we dan vervolgens niet zo bijzonder te maken. Nee, dat is gewoon een enter. Hoeft geen voor gebruikt te worden. En doen we daar een select element in. Het label kan natuurlijk wel nog even aangeven dat je voor sorteren gaat. Dus sorteren op, dubbele punt. Dan komt er voorlopig nog eventjes hierin te staan. We hoeven hier geen ID te maken. We hoeven geen class te maken. Maar wel een class. En we geven een class mee. En die maken we dan vergelijkbaar met de input types die we hier hebben, dus besturing. We zitten in het element of in het blok besturing. En we gaan weer volgens de BEM-conventies werken, dus besturing. En dan twee lage streepjes. En dan noemen we er maar eventjes een select. En binnen zo'n select heb je dan de verschillende options. Option. En de value is de value die we eigenlijk willen hebben binnen ons script. Dus binnen ons script hebben we hier een value titel, pagina's, uitgaven, prijzen en auteur. Die gaan wij dus hier zo neerzetten. Dus in dit geval beginnen we maar met titel. En de vraag is of je eventueel een lege optie wil. Maar ik kies maar hier gewoon even die. En dan zetten we hier dus titel neer. Vervolgens een tweede option. En de value daarvoor is bijvoorbeeld auteur. En daar wordt dan op gefilterd, of niet auteurs. Dan moeten we nog wel eventjes kijken wat gaan we hier hebben staan. We hebben hier zo auteur staan, dus dat klopt dan ook daar hier zo. Dan kiezen we ook hier zo als weergave van de option auteur. We hebben nog staan een mogelijkheid voor uitgavendatum, dus dat is hier option. En dan is dat dus uitgave, de value, publicatiedatum kunnen we daarvan maken. Aantal bladzijden. Dat is pagina's. Aantal bladzijden. Dat kun je dat consequent natuurlijk ook hier zo het beste doen. Zo. En dan vervolgens hier nog prijs. En ik denk dat we dan eigenlijk nog eventjes kijken of wat voor dingen we nog willen hebben. Taal hoef je niet op te sorteren, want die kan je filteren. En een EAN sorteren is ook niet zo zinvol. Dus dan hebben we hier zo nog prijs. Goed, dan gaan we kijken of die hier zo binnen staat. We hebben hier dus sorteren op. We kunnen het natuurlijk nog wel eens een beetje vorm geven, maar dat laten we dan aan andere mensen of op een ander moment over. Je kunt voor het stijlen natuurlijk wel heel snel kiezen voor. Ja, dat kan misschien wel heel snel. We geven hem hier een klasnaam, deze label. En die geven we dan besturing. besturing. En dan twee lage streepjes. En dan is het hier zo label. Dus dan is het hier select label. Select. Streepje, streepje. Label. Oké. En dan kunnen we misschien met floats gaan werken of zo, maar we kunnen ook nog wel even flinke marge geven. Dat is dan het hele zaakje naar rechts. Dus we gaan naar boeken CS. En dan kiezen we deze selector. Die zit al mooi zo. Ja. En een float kan misschien wel... Float right kan misschien wel gaan, maar dan moeten we natuurlijk wel zeggen dat hij dan op een ander moment weer misschien cleared. Kijken of dat hier zo een vreemd effect geeft. Nee, dat gaat hier wel mooi. Het is hier een div en dan kunnen we hier zo mooi kiezen voor de verschillende eigenschappen. Ja, prima. Dus gaan we nu naar het script toe, die dat natuurlijk moet gaan verwerken. En dat lijkt natuurlijk vrij aardig op het werken met de checkboxes voor de talen. Dus we kiezen, al een eerste stap is dat we dat element wat we hier hebben in de index, het element wat de selectie is, dat we dat natuurlijk als DOM element in onze constante neerzetten. Dus dan is hier command C en we kunnen dat misschien wel direct onderaan neerzetten. Dus dan gaan we naar JavaScript en hoeven we het niet daarboven in te zetten. En waardoor we natuurlijk ook weer regelsnummers hebben. Want we hebben hier natuurlijk ook iets gezegd met in regel zoveel. Staat er een stukje commentaar of zo. Dus we gaan gewoon even lekker naar beneden. En we zeggen hier... Document. Punt. Query selector. Niet all, want is er maar één. Query selector. En dus een quotes punt. En dan plakken we hier dat element in. Punt. Die event listener. En dat is dan het element dat die gaat veranderen. Change. Verder heb ik dat element verder niet nodig. Punt change. En in dat geval komt er dus een functie. En dat is pas. Sorteer. Eigenschap. Aan. Pas soort eigenschap aan. Dat moet hij dan gaan doen. Ik kopieer hem hier zo even. Je kan het ook best graag hebben. Ik vind jullie dat jullie een andere naam natuurlijk ingeven. Dan gaan we die functie even schrijven. Constante. Pas soort aan. En dat is dan de isFunction. Dan gaan we ook met vet arrow werken. En dan kunnen we er gewoon eventjes, een vrij eenvoudig stukje daarin gaan schrijven. We pakken onze ons eigenschap en dan gaan we die een andere waarde geven. Dus we pakken ons boeken object. Daar zit dus een ding wat de eigenschappen in zitten en dat is dit geval, denk ik, moeten we eventjes kijken weer bovenin. Hoe heet die eigenschap? We hebben hier uitvoeren en we hebben hier dan dus de ES. Hè? Die ES gaan we dus veranderen. Dus dat is dan boekenpunt ES. Die gaan we een andere waarde geven. En dat is dan gelijk aan dat ding wat we hier de waarde van hebben. Dus dat is misschien toch beter dat we hem eventjes neerzetten als een... want anders moet ik hem straks weer document query selector neervullen. Dus ik ga dit maar in een variabele stoppen. Dus command C. En dan hebben we hier een constante en dan hier zo. Select voor keuze sorteren. Het is dus een constant. Select soort is document query selector besturing select. Die staat er dan in. Goed, die select soort die ga ik dan beneden pakken. Command C. Dan kunnen we namelijk die functie pakken. Zo, die zit er dus in. Select soort, add event listener, pas de eigenschap aan. En die is dan dus gelijk aan de waarde die die heeft, .value. We kunnen dit testen of dit al werkt. We kunnen bijvoorbeeld zeggen console.log. De selecteren, nou, door er tussen quotes zitten. Sorteren op dubbele punt spatie. En dan ga ik dus weer die boeken ES kijken. Boeken ES, of die dan goede waarde heeft gekregen. Dus we testen dit eventjes. Sorteren op. En dan moet hier, gaat dat fout, er moet natuurlijk een concatenation zijn, moet een plus teken. Dat is namelijk een variabele en dat is namelijk een string. Die staan netjes bij elkaar. We slaan hem even op. En dan testen we hem eventjes uit. We gaan hier sorteren op titel en dan op auteur. En dan zien we sorteren op auteur en dan hier weer sorteren op titel. Dus dat gaat dan helemaal perfect. Nou, dit is netjes ingevoerd, dus de console.log kunnen we nou weglaten. We kunnen het gewoon gaan uitvoeren. Die ES is omgezet en dan moet die vervolgens gewoon worden uitgevoerd. Dus dan is het boeken. Punt uitvoeren. En dan wordt daarin weer de sorteerfunctie aangeroepen. Dus dan zien we daar vervolgens het verhaal dus weer uitkomen. We slaan op. En we gaan kijken of het nu goed gaat. We hebben dus nu gesorteerd op titel, want daar stond hij op deze. We zetten hem om op auteur en dan hopen we dat het goed gaat. We gaan hier een error krijgen en die is dan, even kijken, er is nog niet zoveel aan de hand, alleen hij gaat niet op, oh ja, gaat op, Crisacchino is de eerste. We gaan even kijken op titel. Ja, klopt ook. Dus deze loopt ook mooi op titel. En dan kunnen we kijken op het aantal pagina's. En dan zien we dus dat het inderdaad ook mooi werkt. Dus het heeft hier wel een foutmelding gegeven, maar dat heeft dus niet met ons script van doen. We hebben nu de gebruiker een mooie functie gegeven om te sorteren.